In Music Memories praat ik met bekende Nederlanders en duik ik in mooie, maar ook juist moeilijke en soms gênante periodes en herinneringen. En vandaag, ik ben blij dat hij er is, Leeuw Kleine, oftewel Jorik Scholten. Dank u dat ik hier mag zijn, dankjewel. Als ik jou zou vragen, wat voor muziek hou jij van? Is daar één stijl in? Ik hou oprecht echt van alles. Oké, niet van rock of dubstep, hele heftige rock shit, maar voor de rest hou ik gewoon van alles. We gaan er aan de hand doorheen door jouw leven. Ik zou zeggen, laten we je eerste Music Memory erbij pakken, man. Love me too. You know I love you. Always be too. En de Beatles? Ja. Ik had dat niet direct gedacht of zo. Nou, ik kom best wel uit een muzikaal gezin. Hun zijn gewoon opgegroeid met de Beatles, vooral mijn vader. Het stond gewoon altijd op en toen... Ik kan dit nummer heel erg herinneren, omdat ik het ook een keer heb opgetreden, volgens mij samen met mijn vader. Ja? Op de mondharmonica, ja. Wat voor kind was jij in deze tijd? Ik was wel een ondeugend kind. Maar ik was wel lief. Ja, ik was ook wel lief. Ik denk dat mijn ouders waren hier nog samen. Ja. Het was misschien iets vrediger of zo allemaal. Ja, ik heb wel moeilijk gehad met mijn rug, weet ik nog wel. Ik had een soort leukemie, maar daar kan ik niet heel veel van herinneren. Maar dit lijkt eruit te zien dat het niet heel slecht bij me ging. Jij hebt het vaak over, eigenlijk komt dat als een rode draad terug en daar hebben we veel over gehoord. Maar je vader is een van de belangrijkste mensen in jouw leven. Hoe was dat in die tijd? Is dat altijd al toen daar begonnen en zo gegroeid? Ik denk dat mijn ouders uit elkaar gingen toen ik 6 was of zo, 7. Ja. En toen ben ik gewoon altijd met mijn vader geweest. Mijn vader is gewoon altijd voor me geweest. Ook als kind hoor, vroeger ook toen dat ik ziek was. Ja. Heeft hij altijd in het ziekenhuis bij me geslapen. Ja, dit is gewoon mijn voorbeeld. Mijn alles, dat was mijn vriend. Is mijn vriend. We hebben hem natuurlijk even gesproken. Ja? Ja, tuurlijk. Ah, leuk. Hey, lieve schat. Ook al ben je er niet, je bent altijd bij me, dat weet je. Ook nu weer, pakje van jou, foto van jou. Weet dat ik super trots op je ben, wat je allemaal hebt gedaan, wat je doet, hoe je met die continue druk en je trouwe vrienden je hoofd boven water houdt. En weet dat ik altijd in je heb geloofd en dat ik altijd in je zal blijven geloven. Dikke knuffel van je pa, man. Hij is zo supportive, man. Ik heb wel vaker beelden gezien, maar... Ja, het is gewoon... ja. Draakje, ik snap het. Ja, nee, dit is gewoon is maar alles. Welke eigenschappen heb jij van je pa? Eigenlijk vrij weinig. Mijn vader is zo'n lief persoon, zo'n oprecht goed persoon. Als je met mijn vader ruzie zou krijgen, dan zou het sowieso aan jezelf hebben gelegen. Of aan degene, aan de ander, niet aan hem. Dat kan niet. En mijn vader heeft heel veel empathie. Hij kan zichzelf heel goed op de tweede plaats zetten. Ik denk dat ik dat absoluut niet kan. Daar zou ik heel graag op willen lijken, in dat opzicht op mijn vader. Maar ik denk niet dat ik daar heel veel op lijk. Ik vind jullie band mooi om te zien. En laten we gelijk aan de hand daarvan doorgaan naar je volgende. En dat is weer een hele andere Music Memory. Vanavond ga ik even uit mijn bol. Gooi alles van me af en giet me vol. Want ik hou van het leven, al moet ik soms ook geven. Maar vanavond telt alleen voor mij de lol. Ja, ik snap direct waarom het bij jou past, maar... Toch? Ja. Waar komt deze herinnering vandaan, dit nummer? Nou, ik denk toch wel van de eerste keer stappen. Hoe oud was je toen? Ja, ook wel jong hoor. Ook richting gewoon 13, denk ik. Wel een mannetje, hè? Ja, ik was heel heftig. Alleen dat je de eerste keer echt naar het Leidseplein gaat en dan van opgroeien in de Jordaan en wel altijd in cafeetjes zijn, bij een café, ja, dan hoorde je gewoon dit. Wat voor puber was je? Hiervoor, zeg maar, hier ging het dan, had ik wel echt muziek gevonden en dan. Ja. Toen werkte het al een beetje, toen werd ik wel geholpen. Maar daarvoor was ik wel lastig. Voelde je je onbegrepen of was het, ik weet niet, maar ja, lastig zijn komt meestal wel ergens vandaan of zo? Ja, niet onbegrepen. Ik denk gewoon dat als je op een bepaald niveau naar school gaat en dan heb je dus ook bepaalde mensen om je heen. Dus niet HAVO, ik praat over VMJK-achtig. Ja, dan ga je wordt gewoon besmet met wat je omgaat. Wat wilde je eigenlijk worden toen in die tijd? Ik wilde wel altijd bekend worden of rappen, maar ik heb dat op een gegeven moment een beetje opgegeven toen ik 14 was. Omdat ik dacht, ja, het werkt niet. Hey, die vrienden waar je toen mee omging, heb je nog vrienden uit die tijd? Zijn dat nog je vrienden? Ja, iedereen die ik van vroeger ken, waar ik ben opgegroeid, die zie ik nog elke dag en ik kom elke dag in de Jordaan. Ik eet elke dag mijn broodje daar en ik ga elke dag naar de koffieshop van mijn oom. En daar zit iedereen. Je bent wel een huismus, hè? 137 jongens, Brouwersgracht. Laten we doorgaan met je volgende Music Memory. Jij daar, weet je wat je het overgaat? Of wat je niet bent? Wie
Titus. En ook waarschijnlijk nooit zal worden. Je bent geen tijger. Je bent een bitch met een pik en ik pik ze eruit als de bitch in de Je bent geen tijger. Je bent een schatje, een watje met hippe lange haren. Maar shit is gewoon... Je bent geen tijger. Dit is gewoon alles waar het meest begonnen. Hetgeen wat ik ervaar als de beste Nederlandse rap wat er ooit is gemaakt en waar het is begonnen. Voor mij dan. En waar ik ook wel heel veel aan te danken heb. Hoe kwam jij met die gasten in contact toen eigenlijk in die tijd? Ik ben eigenlijk Baas B echt een keer tegengekomen op straat. En toen zei ik tegen Baas B, die kwam ik tegen. En toen was ik echt jong, praat ik over 7 of zo. En toen zei ik, ik kan ook rappen. Dit en dat, ik wil voor je rappen. En toen mocht ik een stukje rappen of zo. Toen zei hij, nou, geef me je nummer. Maar ik ben wel goed met Frans geworden. Heel goed. En Frans is gewoon echt een goed vriend van mij geworden. Die heeft mij geholpen. Later is er al een beetje gezeik bij gekomen, maar nu is dat ook allemaal goed. Maar ja. Ik ben niet te min om te erkennen dat het wel hier voor mij is begonnen. Ja. Ik denk Lange Frans en Sjaak hebben voor mij het meest betekend en hebben mij hier gebracht tot waar ik ben. Is dat omdat jullie allebei dan wel mannetjes zijn, dat het op een gegeven moment dat het ook verschrikkelijk kan botsen op een gegeven moment? Of? Als het nu weer goed is, weet je, dat wat hij ook beaamt en hij me laatst aangekondigd op een hele mooie manier, op Dutch Valley was het. Ja. Dan kan je ook wel inzien dat het dus helemaal niet zo erg was als het ook weer goed nu is. Ik ben niet, nogmaals niet te min om wel te erkennen wat deze man voor mij betekent. Maar die andere man waar ik het net over had, die hebben we even gesproken. Ja, wauw. Hey, klare tering, sexy flamingo, gapé. Hoe is het jongens? Lekker, fresca. De groetjes vanuit Alea Topper. Ik ben super trots op jou. Ik heb altijd gezegd, je wordt een van de grootste. Bij het gegeven moment bereikt. En ga zo door en L weet nog meer. Je bent vader geworden, helemaal top. Ga zo door, jongen. Top met je aan het tuigen. Ja, krijg ik een traan in mijn ogen van, zeer ik echt. Ja, die heb gewoon, Wat heeft hij gedaan voor je? Alles. Ja? Alles. Die heeft me echt alles gegeven. Ik wist het helemaal niet dat hij zo dat heeft gedaan. Ik kwam bij hem thuis, ik heb bij hem gewoond, geslapen, bij zijn oma. Die heeft gewoon, ik weet zeker dat ik het echt aan hem heb te danken. Ja? Weet ik zeker. Ja. Ja. Zullen we je volgende bijpakken? Dat is gewoon top. Dit vind je leuk, hè? Dit had ik er weer niet in verwacht, maar dat geeft verder niet. Nee, dit zegt weer genoeg over hoeveel ik van verschillende soorten muziek hou. Dit is het nummer van mij en mijn vrouw. Alleen, ja, dit is ons nummer. We hebben altijd gezegd, als we gaan trouwen, dan komt zij. Het is op een mooie plek ergens. En dan staat het nummer en dan komt zij aan van links en ik van rechts. Dit nummer? Ja, dit is gewoon ik en mijn vrouw. Als je hoe kom je aan dit nummer? Want ik ken een hoop mensen die hele andere nummers hebben met elkaar, maar... Ja, we zijn gewoon wel gek samen. Ja. Zij is nog gekker dan ik. Nee, zij geeft mij alle rust, maar zij houdt ook echt van een feestje. Zij is een soort jukebox. Zij heeft de oude ziel. Dus dit is gewoon... Dit, als je dat nummer hoort, ja, dat is ik en Jamie. Even het eerste moment terug, weet je dat nog? Het eerste moment dat je het zag? Ja, toen was ik met Brian Fouradi in de studio. En toen had hij dus een klein artiestje of zo onder zich. En zij kwam styling daarvoor brengen. En toen zag ik haar en ze was met een vriendin. Ik was 15, zij was 20. Zo lang geleden was dat? Ja. Toen zei ik, oh joh, ze is zo lekker. Ik wil met haar trouwen ooit. Haar. En toen heb ik haar ook wel gezegd, ik ga ooit met je trouwen. Toen ging ze kezen naar me alsof ik een broertje was. Zo schattig. En toen op een gegeven moment toch, ja, je wordt ouder, toen heb ik haar gewoon gezegd, luister, je moet me één kans geven. Toen zei ze echt, hoezo, zeg je dit nu mee? Dit? Nou, uiteindelijk is het wel gewoon gelukt. En dan, je moet me één kans geven. En toen heb je... Nooit meer losgelaten. Ja, Tijrips eromheen, hup, in die kelder. Zangen gemaakt, een ring eromheen. Zodat je zeker weet. Ring eromheen gedaan. Nee, ja, gewoon mijn vrouw gemaakt. Mensen zeggen altijd, je zoekt iets wat op je moeder lijkt, toch? Een goede vrouw. Ik denk dat zij gewoon heel erg op mijn vader lijkt. Heel erg... Heel veel empathie in haar heeft. Heel veel medeleven voor mensen. Ook zichzelf goed op de tweede plaats kunnen zetten. Ja, zij is gewoon. Zij leert me elke dag iets nieuws. En ze is het lekkerste wijf wat ik ken. Dus dat is ook heel belangrijk. Ja, goed bijkomend voordeel, inderdaad. Toch? Ja. Voor we doorgaan naar je nieuwe, wil je nog een biertje? Ja, ik wil nog een biertje eigenlijk. Het kan wel geregeld worden, toch? Iemand mag hem gewoon. Hij ook, twee. Twee, ja. Now the joy of my world is in Zion.
Lauwendeel, ik denk dat sowieso wel een van de betere artiesten ooit geweest. Mijn kind heet Leo Zion. En Zion, dat is een Joodse naam. Mm-hmm. Mijn oma is Joods. En die wilde heel graag dat ik hem ook een Joodse naam gaf. Ja, ja. Dus dat heb ik gedaan en dat is een beetje gebaseerd op dit nummer. Hoe is het om... Ja, deze vraag krijg je elke keer natuurlijk. Maar hoe is het nu om vader te zijn? Ja, daar weet je het antwoord wel op. Maar daar moet ik wel bij zeggen... Ja, ik weet niet, want ik ben geen vader. Dus daarom ben ik ook bij jou benieuwd. Wat ik zeg, ja. Omdat het cliché is van... Oh, het is het mooiste wat er is en alles. Maar dat is dus als je het wordt... Ik hoor jou net dingen zeggen. Net bij, wij spraken maar even buiten de uitzending. Toen zei je, nou, ik ga nu ook rondjes wandelen. Of ik ga even, even een beetje rust. Ik zie dat nog niet direct bij jou. Maar het lijkt me wel, het is een hele andere wereld dan. Of, Mijn wereld is niet anders. Ja. Ik vind het alleen nog maar mooier om naar mijn kleine Pikkie te gaan. En ik geniet gewoon echt van hem. Hij maakt me blij, ja. Maar is het nu anders shows geven? Of is het nu anders in de media zijn? Of is het nu anders om artiest te zijn? Of valt dat wel mee als je een kind krijgt? Je moet gewoon wel, je hebt verantwoordelijkheid, komt erbij kijken en je moet er gewoon voor je kind zijn. Dus dat betekent dus ook opstaan voor je kind of tijd spenderen met je kind. Kan me voorstellen, een paar gebroken nachtjes of zo? Of, Ja, ik heb gewoon wel geld in mijn zak en ik heb ook een nanny en ik heb wel mijn vrouw laten weten dat zij alles krijgt wat haar hartje begeert. Ik zeg niet dat zij de lust heeft en ik de, ik de lust en zij de lasten. Maar zij is al veel meer met die kleine dan ik. En ik word daar gewoon heel goed bij geholpen. En ik vind dat de wereld gewoon een beetje zo in elkaar steekt. Ik zorg voor hun en zij zorgt voor ons. Laten we je volgende music memory erbij pakken. Daarom wil vertellen dat jij weg bent. Nu dat jij weg bent. Voor altijd weg bent. Spreken wij nooit meer met elkaar. Dat jij weg bent. Nu dat jij weg bent. Voor altijd weg. Ik krijg een kippenvel van dit nummer. Voor jou heeft het ook een hele... Ja, je mag wel... Nee, ik kan wel... Maar dan moet ik mezelf wel echt inhouden. Het is een vriend van mij die is niet heel lang geleden doodgaan. Vermoord op een vieze manier. Mm-hmm. En dit werd op zijn begrafenis afgespeeld. Ja, ik kan er niet niks anders van maken. Het was mijn gabber en we missen hem allemaal heel erg. Mooi dat je hem dan ook hier als een soort ode eraan geeft. Toch. Dan is er ook de hele andere kant van het leven. Daar zien we deze foto weer. Dit is de kant die jij meemaakt die heel veel mensen niet kunnen... Hoe is dit trouwens? Als je zo in een zaal staat en je maakt dit mee, deze lichten zo. Dit is in de Ziggo Dome. Dan denk je, ja, wauw. En hoe ziek is dit? Bent dat? Nou, dat niet. Daar zou je altijd voor blijven strijden en vechten en... Dit zou je waarderen op je knieën. Wat zijn nou na al die jaren de echte kutdingen van het bekend zijn en de echte dingen waarvan je echt denkt, ja, hiervoor doe ik het? Het kutte van bekend zijn is gewoon wel echt de mensheid eromheen die dat niet accepteert of kan begrijpen. Dus dat jij bekend bent en dat je dat ook irritant kan vinden. Maar ja, daar krijg je wel... Want zullen we nu even... Ja, ik wil vooral ook de leuke dingen meepakken. Ja, dat is gewoon heel veel. Je krijgt gewoon... Ik verdien geld door dit en ik kom op leuke plekken. Respect is ook iets heel moois. Ik krijg respect van mensen. Ik kan me nog herinneren, maar dit is echt alweer 5-6 jaar geleden. Dan kwam jij binnenlopen en dan kwam je bij ons in de Slam Studio destijds. En dan kwam jij altijd zeggen, ik heb een nieuw nummer, mag ik hem alsjeblieft doen? Mag ik hem alsjeblieft geld vragen? Maar ga je hem ook echt draaien dan? Ga je het ook echt doen? En dan was altijd ja. Maar door te zeuren en te zeiken. Ja. Maar ook omdat het goed was. Maar ik weet dat je vergat jou gewoon niet of zo. Nee, dat was altijd het ding. Vind ik mooi dat je dat zegt, maat. Vind ik echt, waardoor ik gun het je daardoor echt altijd heel erg van harte. Dat vind ik echt mooi dat je dat zegt, want dat is wel geen... Zo herinner ik het ook. Jorik. Ja. Bedankt dat je ons hebt meegenomen door deze trip down memory lane. Ik vond het mooi, echt oprecht. Je hebt soms interviews die kut zijn en soms interviewers die het kut doen. En dit was oprecht heel leuk. Hier mag je me voor wakker bellen en ik kijk uit naar een volgende keer. Dan gaan we het zeker nog een keer doen. We hebben ook altijd een schaamplaat, maar jij doet niet aan schamen. Nee, moet ik het uitleggen even? Doen we bij de volgende, want je kan hem nu kijken voor de extra members. Waarom Jorik niet aan schamen doet, maar waarom je het wel moet zien. 538.nl/musicmemories. Ga daar nu naartoe, dan kun je de schaamplaat van Jorik nu zien. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was Music Memories. Wat moet je doen? Je moet upswipen, je moet abonneren, je moet liken. Je moet het allemaal doen, je moet het kijken. En mijn naam is Lok Leijnen en ik dank jullie dat ik hier mocht zijn.